De eerste bewoner van dit monumentale grachtenpand aan de Keizersgracht was de 17e eeuwse kunstenaar Ferdinand Bol. Ferdinand Bol was een van de meest succesvolle portret- en historieschilders uit de 17e eeuw. En het is eigenlijk heel ongewoon dat een schilder zo'n status kon behalen en zich zo'n pand als dit kon veroorloven. De vraag is natuurlijk van hoe kon dat zo gebeuren? Want Ferdinand Bol komt weliswaar niet van zeer arme afkomst, maar hij was de zoon van een chirurgijn in Dordrecht. En je kan je afvragen, wat maakt nou dat een chirurgijnszoon het plotseling maakt tot een vermogend regent in Amsterdam? Allereerst was natuurlijk van belang dat hij talent had. En dat talent had hij natuurlijk ook. Hij had een artistieke begaafdheid en kreeg zijn eerste opleiding in Dordrecht, waarvan we niet zo heel erg veel weten, helaas. In 1636 koos hij ervoor om naar Amsterdam te komen om in de leer te gaan, of eigenlijk assistent te worden van Rembrandt van Rijn, die op dat moment de modeportretist van Amsterdam was. Dat was van Bol natuurlijk een uitgekiende carrière-strategie, want werken in de stijl van Rembrandt, dat zou natuurlijk ervoor zorgen dat je een goede toekomst had en veel gevraagd portretist zou kunnen worden. En als je daarnaast ook nog eens een keer leerling van Rembrandt was geweest, dan zou dat ook in je voordeel kunnen werken. Toen hij zich in 1640 zelfstandig vestigde, toen moest hij zich natuurlijk in de Amsterdamse kunstmarkt een positie bevechten. En hoe deed hij dat nou? Nou, portretteren was daarvoor een heel geëigend middel, want dat betekende dat je in de poseersessies met de klanten, met je opdrachtgevers, aan persoonlijke relaties kon werken. Bol maakte, nadat hij zich zelfstandig vestigde, zo'n 50 portretten in de eerste 10 jaar. Helaas weten we van maar heel weinig daarvan wie de opdrachtgevers waren of wie zijn klanten waren. Er zijn er maar slechts 5 geïdentificeerd uit die periode. Opvallend genoeg waren dat wel allemaal mensen die uit het milieu van de admiraliteit kwamen. En wat wil nou het geval? Bol trouwt in 1653 met Elisabeth Del. Elisabeth Del was een dochter uit een hele rijke en invloedrijke regentenfamilie, familie Del en Spiegel, die hoogstaande posities hadden binnen de admiraliteit, waar Bol dus al voor geschilderd had, en binnen de magistraat, dus de burgemeesters en de regenten van de stad. Dat huwelijk gaf eigenlijk een enorme swing aan zijn carrière, want om je sociale economische positie in de 17e eeuw goed te bestendigen en ook te volmaken, daarvoor was het heel erg belangrijk dat je netwerkte. En netwerken lijkt natuurlijk een moderne term te zijn, maar in de 17e eeuw kenden ze dat eigenlijk ook heel erg goed. Alleen toen noemden ze dat geen netwerken, maar toen noemden ze dat vriendschap. Dus vrienden onder elkaar die elkaar de baantjes, de opdrachten en de gunsten gunden. En het belangrijkste netwerk waren eigenlijk de familienetwerken. Dus het was van belang dat je op de een of andere manier in de 17e eeuw een positie verworf in een van die familienetwerken. Nou, dat had Bol dus weten te bereiken. Die kwam in een heel breed en invloedrijk familienetwerk terecht door zijn huwelijk met Elisabeth Del. Doordat Ferdinand Bol deel uit ging maken van dat familienetwerk van zijn vrouw, was het eigenlijk vanzelfsprekend dat hij opdrachten kreeg. Zowel privéopdrachten voor portretten, en daar kennen we er ook veel van Ferdinand Bol. Maar hij kreeg ook hele belangwekkende en zeer goed betaalde opdrachten, zowel voor de gebouwen van de admiraliteit in Nederland, als wel voor het stadhuis, wat het meest prestigieuze object op dat moment in Amsterdam, maar eigenlijk in heel Europa ook was. Dus hij maakte eigenlijk goede sier en was enorm succesvol met gerenommeerde opdrachten die ook nog eens een keer heel erg goed betaalden. Het huwelijk met Elisabeth Del zorgde eigenlijk voor, dus door de vele opdrachten die Bol uit dat huwelijk met Elisabeth Del heeft verkregen, zorgde er eigenlijk voor dat Bol al vrij snel een van de toonaangevendste portretisten en historieschilders van Amsterdam
werd. Helaas overleed Elisabeth Del en 9 jaar later hertrouwt Bol met Anna van Erkel, een zeer welgestelde weduwe, opnieuw uit het admiraliteitsnetwerk, want zij was de weduwe van de kashouder van de admiraliteit. En ook nog eens een keer een bekende, ze was ook nog bekend bij Bol, omdat zij een van zijn allereerste opdrachtgevers was. Dus zeg maar dat opdrachtgeverschap heeft het uiteindelijk ook nog geloond in het tweede huwelijk van hem. Bol deed het natuurlijk al erg goed, maar door dit huwelijk met een welgestelde vrouw kon Bol zich opeens andere keuzes veroorloven. En dat betekende dat we eigenlijk na dat huwelijk in 1669 geen gesigneerde werken meer van Ferdinand Bol kennen. Dat betekent waarschijnlijk, we weten het nu niet zeker, maar ik denk wel dat we ervan uit kunnen gaan dat hij de keuze maakte op dat moment om te stoppen met zijn schilderscarrière. Hij legde de kwasten dus als het ware bij neer. Enkele jaren later zou hij met Anna van Erkel het monumentale stadspaleis aan de Keizersgracht gaan betrekken, waarin het huidige Museum van Loon gevestigd is. Dat was voor die tijd een enorm pand en dat moet ook voor iedereen, de bezoekers, de voorbijgangers, de familieleden, moet dat een enorm indruk hebben gemaakt, omdat het pand zowel aan de buitenkant als wel binnen rijkelijk gedecoreerd was met veel schilderijen en veel sier. Bol en Anna van Erkel leefden het goede leven van een welgestelde regentenfamilie. Bol werd bijvoorbeeld als hoogste aangeslagen van alle schilders voor de belastingen. En Anna van Erkel werd zelfs nog hoger als dat aangeslagen. Dus dat geeft aan wat voor grote welstand zij moeten geleefd hebben. Het huis weerspiegelde natuurlijk ook de status die Ferdinand Bol inmiddels verworven had. Dus hier zijn zoon uit Dordrecht was een welgestelde Amsterdamse regent geworden. En dat was duidelijk zichtbaar aan het huis, zowel aan de buitenkant als wel aan de binnenkant.